Hoi, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik met deze spullen aan de slag. Ik ga namelijk een herfstige pocket letter maken. En daarvoor heb ik ook deze hoes met al die vakjes erin. Misschien ken je ze nog wel van vroeger, van de Pokémon kaarten. Die deed je ook in dit soort hoesjes of andere soort kaarten. Zo'n hoes kun je kopen bij spellenwinkels, maar ook bij Post en Papier bijvoorbeeld. Ik zal daarvan even een link plaatsen in de beschrijving. Maar dit is dus mijn basis voor een pocket letter. Ik ga al deze vakjes zometeen invullen met al deze leuke herfstige spulletjes. En ik heb hier de Fall Farmhouse collectie van Simple Stories. Misschien heb je dit al op mijn Instagram voorbij zien komen. Daar heb ik het ook al even laten zien en ook in een unboxing video hier op YouTube. Deze collectie heb ik gekregen van de zusjes. Mocht je daar zelf iets willen kopen, ik heb een kortingscode voor je. Dat is VDZ-Elise dingen. Die vind je ook in de beschrijving van deze video. Dan heb je altijd 10% korting op je bestelling. Deze collectie ga ik dus gebruiken voor mijn pocket letter vandaag. En omdat ik dus meerdere producten van die collectie heb, weet ik ook zeker dat het leuk bij elkaar gaat passen. Papier, stickers. Hier heb ik de die cuts zitten in dit zakje. En hier kun je dus zien welke dies er allemaal in zitten, welke plaatjes. En dan heb ik nog de washi tape uit deze collectie. En die patronen die komen ook weer terug in het papier, weet ik toevallig. Zo kun je ze goed zien. Dus die ga ik ook gebruiken. En daarnaast heb ik nog een aantal leuke vormpjes hier liggen. En deze vond ik laatst bij de Vibra. Hier heb ik een zakje met filtervormpjes, blaadjes, paddenstoel. Nog meer blaadjes in een andere kleur. Hier heb ik eekhoorntjes en egeltjes. En nog een aantal paddenstoelen in rood en gele tinten dus. Dan heb ik hier nog een combinatie van blaadjes en paddenstoelen. Weer in andere tinten en ook nog een paar egeltjes erbij. En als laatste heb ik nog een zakje met houten vormpjes. Ook weer paddenstoelen en blaadjes. En deze kleuren zijn net weer een beetje anders. En al deze zakjes die kosten 1 euro en ze komen van de Vibra. En omdat we dus die pockets hebben, leek het me zo leuk om er ook wat voorwerpen in te stoppen zoals deze. Om het wat meer 3D te maken, want dat kan heel goed met die vakjes. Nou weet ik nog niet zo goed of ik beide kanten helemaal ga versieren. Of dat ik zeg maar één toonbare kant heb en één kant waar ik wat kleine dingetjes in doe. Zoals misschien een aantal van die vormpjes, maar misschien ook wat stickers of washi samples, een soort mini cadeautjes. Thee zou hier ook heel goed in kunnen. Of misschien een klein chocolaatje of zo. Dat weet ik allemaal nog niet. Ik heb ook nog niks bedacht. Ik ga gewoon deze spullen hier uitstallen. En dan ga ik lekker aan de slag. Nog één tip die ik ooit kreeg van Nienke. Nienke Swap, je kent haar vast wel. Zijn deze spelkaarten van Sostrene Grene. Deze schijnen net iets kleiner te zijn dan gewone speelkaarten. En het formaat hiervan past precies in zo'n pocket. Dus als je heel snel wil weten welk formaat je nodig hebt om papier in uit te knippen voor in zo'n pocket, dan zijn die kaartjes dus heel handig. Dus deze heb ik eigenlijk altijd bij de hand als ik een pocket letter ga maken. Nou, genoeg gekletst. Ik ga lekker knutselen en ik ga het voor je filmen. Ik leg dus alles hier net buiten beeld voor mezelf in zicht, zodat ik mooi zie wat ik heb. En zodat ik ook makkelijk alles kan combineren. Dat vind ik eigenlijk het fijnste manier van knutselen. Om gewoon te kijken wat ik heb. En dan bij elkaar te kijken van, oh, wat vind ik een leuke combinatie. Wat ga ik gebruiken, wat niet. Soms leg ik ook alweer dingen aan de kant voor een volgende keer. Dat ik denk, oh, dit vind ik super leuk. Maar niet nu. Ik zie hier trouwens meteen al een print. Deze heb ik al een keer losgemaakt. Deze vind ik heel erg tof met al die pompoentjes. Dus misschien dat we deze wel gaan gebruiken dit keer. Dit samen vind ik dan wel weer een beetje druk. Dus dat gaan we denk ik niet doen. Wat wel leuk kan zijn, is bijvoorbeeld dit hoekje uitknippen. Want het kaartje past daar precies overheen. Dat is wel een leuke afbeelding, want die lijkt dan weer op deze. Maar dan wat uitvergroot. Dus ik denk dat ik daar iets mee ga doen. En misschien ook wel met de achtergrond van dit papier. Want het kleurt ook wel weer leuk daarbij. En dan zit er wel een patroon op, maar het is niet zo opvallend als deze streepjes. Zo'n groen ruitje kan ook heel goed. Of deze oranje met stipjes. Want het is dezelfde kleur als die pompoenen weer hebben. Deze kaartjes zijn ook leuk. Misschien dat dat ook wel past. Niet helemaal, dus dan zou je er een stukje af moeten knippen. Met deze zou dat niet kunnen, met deze tekst. Want dan valt de tekst eraf. Ik vind dit tekstje wel leuk, dus ik leg mijn kaartje eroverheen. En ik ga dan proberen zoveel mogelijk van die tekst te behouden, zeg maar. Ik trek hier een lijntje omheen en dan knip ik hem uit. Ik vond toevallig dit witte potlood van een oude Diana Leeflang collectie. Ik hoop dat je deze een beetje ziet op donker papier. Ik heb echt geen idee of deze het goed doet. Niet super goed, maar goed genoeg om het lijntje te kunnen zien. Yay! Oké, mooi. Dan gaan we verder. Deze leg ik even aan de kant en mijn pocket ook. En dan weet ik in ieder geval dat het helemaal goed komt.
En dan ga ik denk ik een variatie maken van dit patroon en deze pompoenen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een papiersnijder te gebruiken. Maar de enige papiersnijder die ik heb is super bot. Dus dan krijg je allemaal van die rafelige randjes. En ik weet niet zo goed hoe ik er een scherper mesje in zet. Of dat ik hem kan slijpen of zo. Dus in dit geval gebruik ik gewoon een goede schaar. Het zijn ook geen mega stukken papier die ik hoef te knippen. Maar mocht je een goede papiersnijder hebben, dan raad ik je wel aan om die lekker te gebruiken. Dat gaat toch net iets makkelijker. Zoals je ziet heb ik al mijn stukken papier uitgeknipt en ook al meteen neergelegd in de volgorde hoe ik ze dus straks in de hoesjes wil gaan stoppen. Ik heb er een beetje mee gespeeld en ik denk dat dit is waar ik voor wil gaan. En nu zie je misschien hier onderaan, deze hoorde eigenlijk hier ergens boven dit plaatje. Heeft dezelfde houtstructuur een beetje op de achtergrond als dat plaatje. Dus ik dacht, dan past dat wel bij elkaar. Maar hier onderaan staat nu tekst wat je niet kunt lezen. Dat ziet er een beetje gek uit. Dus ik denk dat ik of iets met die washi tape daar overheen ga plakken. Of een die cut. Of misschien een van deze vormpjes daar overheen ga plakken. Zodat je die tekst uiteindelijk niet meer zult zien. Dus dan stoort dat ook niet meer zo. Maar qua kleuren en patronen dacht ik, ja, volgens mij moet die zo. Volgens mij gaat dat zo wel goed komen. En ik ga nu eigenlijk kijken dus wat ik erop wil plakken. Wat ik erbij wil stoppen. Volgens mij hoeft er eigenlijk niet heel veel te drukken dingen op. Want ik vind het wel leuk dat hier een tekst op staat. Dus ik denk niet dat ik heel veel andere tekstjes ga toepassen. Omdat al deze prints al vrij opvallend zijn. Dus het wordt nog een beetje puzzelen hoe ik het precies ga doen. En ik wil ook kijken of ik alles in de hoesjes ga doen. Of dat ik er misschien ook iets tegenaan plak of zo. Dat weet ik ook nog niet helemaal. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Zo, ik heb wat combinaties gemaakt die ik leuk vind. Zo wil ik bijvoorbeeld op deze achtergrond dit stukje tekst. En ik dacht dat ik niet meer mijn tekst wilde doen, maar ik kies er toch voor om deze erop te plakken. Ook omdat die kleur lichtblauw van die tekst, die komt weer terug in de achtergrond van die andere plaatjes. Hier heb ik dus zo'n houten blaadje neergelegd. Dan bij deze heb ik een stuk, dat is de achterkant van het pompoenenpapier. Dat is een ruitje en daar heb ik een hoekje uitgeknipt. Want ik had precies nog zo'n stuk over. Even kijken of ik het je kan laten zien. Zeg maar, dit was zo. En toen heb ik die hoek daar dus uitgeknipt. Ik denk dat kan ik mooi papier gebruiken. Wat ik anders toch niet zo goed kan gebruiken. Dat past bijna helemaal over het tekstje heen. En dan heb ik dit houten, ja wat is het, schuttingdeurtje zeg maar. Die past er dan op die manier weer helemaal overheen. Dus dan verbloem je wat eronder zat. En dan zie je nog wel dit hout. En dit hout vind ik er dan weer heel leuk bij passen. En dan heb je dus een leuk deurtje met die pompoen weer. En die print komt dus sowieso weer terug. Ik vond deze lantaarn ook heel leuk. Maar heb ik tot nu toe nog geen plek voor. Maar misschien dat hij nog wel ergens terecht komt in het geheel. Dat weet ik nog niet. En hieronder op het geruite papiertje heb ik zowel een leuke die cut zitten. Als dus weer zo'n houten ornamentje zeg maar. Die ga ik erop plakken. En dat doe ik allemaal met of dubbelzijdig tape van de Action. Dat vind ik heel erg fijn. Of deze tacky glue die via Craftbird verkrijgbaar is. Misschien ook op andere plekken. Maar ik weet in ieder geval dat zij hem verkopen. Die is ook echt super fijn. Vooral ook als je wat zwaardere dingen moet plakken. Dus ik denk dat ik de meeste papierdingen hiermee doe. En de houten ornamenten die ga ik met de tacky glue plakken. Het leek me leuk om een aantal washi samples te maken. En ik heb hier het kartonnetje van de die cuts. Dus ik ga hier gewoon een reepje uitknippen. Zodat ik een soort stripje van karton heb, zeg maar. En daar ga ik washi tape omheen wikkelen. Ik heb uit mijn stash onder andere dit gepakt. Blaadjes, parapluutjes. Vond ik heel goed bij de herfst passen. Theekopjes en theepotten. En ik heb natuurlijk ook nog die leuke tapejes van Simple Stories die je kan gebruiken. Ik heb zelfs nog een donkergroen tapeje en een tapeje met uiltjes erop. Dus ik heb genoeg verschillende soorten tapejes waar ik samples van zou kunnen maken. Ik doe het niet allemaal, want dat wordt wel heel veel. Meestal doe ik er een stuk of drie. Maar dan kan ik een beetje leuk afwisselen. En ik gebruik dus expres dat karton, omdat het is wat steviger. Want ik had bijvoorbeeld ook nog dit papier over. Maar dat is vrij dun voor samples op te maken. Dus hier ga ik een stukje uitknippen en dan ga ik daarmee aan de slag. Op dit kaartje heb ik het Hey Pumpkin stickertje geplakt. En deze lag dus hierboven. Ook is mijn washi sample inmiddels klaar. Ik heb in dit geval dus gekozen voor parapluutjes, donkergroen en een printje met bladeren. En deze ga ik denk ik hier beneden erbij stoppen. En ik heb nog dit stickertje met Harvest. Die ga ik hierop plakken.
Oeh, en nu plak ik hem een beetje scheef of een beetje uit het midden, zie ik. Ik denk dat ik er dan nog iets bij doe, waardoor het weer wat meer een geheel wordt. Ik durf hem er nu niet meer zo goed af te halen. Ik ben bang dat dat niet mooi wordt. Ik denk dat ik voor dit donkere hartje ga, want die een beetje grijsblauwe kleur, die zit ook in de achtergrond van dit kaartje bijvoorbeeld. En hier in dit ruitje. Dus dan trekt dat het geheel denk ik weer wel bij elkaar. Dus die ga ik hier opplakken. En misschien dat ik hierboven dan wel dit bloemetje doe, want daar zit ook die kleur weer in. En dan ja, is het wat meer verdeeld, zeg maar. Dan zit die kleur overal in mijn pocket letter. En dan heeft elk vakje ook iets aan opvulling. Ik denk dat ik dus nog wat goodies ga stoppen achter de kaartjes. Dus dan stop ik een kaartje in de pocket. En achter het kaartje stop ik dan bijvoorbeeld een aantal van die vilte figuurtjes. Zodat de ontvanger daar zelf nog mee kan knutselen. Er zit dus een washi sample bij. Ik denk dat ik ook nog een zakje thee ergens bij stop. En dat dit dan ongeveer wel is wat je ziet als ontvanger. Dus als je hem openvouwt, dan is dit ongeveer wat je ziet. Dus ik ga zo meteen alles alvast in de pocket stoppen nadat ik die heb opgeplakt natuurlijk. En dan kan ik de goodies erin gaan stoppen. Er even omgedraaid en ik heb nog twee van deze gele papiertjes uitgeknipt, want de achterkant van dit vakje en dit vakje zijn niet zo mooi, want er zit tekst op die je maar voor de helft ziet en het is ook nog op de kop en dat ziet er niet zo mooi uit als je de pocketletter openvouwt, want ik had dus bedacht als je hem dichtvouwt, dit is nu de voorkant dus, als je hem dichtvouwt dan ziet dit er al best wel leuk uit, maar deze kant niet zo, want dit ziet er een beetje gek uit en dit is ook. Maar ik dacht, als ik dan bij beide zo'n geel papiertje daar doe, dan ziet het er een stuk beter uit. Dus dat ga ik nog even doen. En ik wilde deze middelste nog even versieren en ik vond een leuke strik. Dus ik dacht, dan plak ik die denk ik daar nog even op de achterkant. En verder heb ik nog twee leuke goodies verzameld. Namelijk dit gummetje in de vorm van een bloemetje. En die paste weer heel goed in het kleurenpalet. En een zakje zoethoutthee, want dit was de meest herfstige thee die je kon vinden hier in huis. Dus ik dacht, dan stop ik dit nog ergens in de vakjes. En dan zijn we bijna aan het einde van deze pocketletter. Ik wilde dit doen, maar ja, hij ligt natuurlijk op de kop. Dat werkt niet. Oké. En dan plakken we het strikje op. En deze vind ik wat te dun om van het dubbelzijdig tape op te doen. Dat is dan wat onhandig. Dat moet je dan heel klein knippen. Dus hier gebruik ik die tacky glue ervoor. Ik vind dat zulke fijne lijn. En het plakt zo goed, ook voor die houten ornamenten. Dat werkt echt heel goed. Ik vind het leuk om een beetje schuin op te plakken. Zo. En dan gaat hij weer terug. En die gele kaartjes die plak ik niet vast, maar die stop ik hier gewoon aan de achterkant. En ook hier. En zo zie je dat het geheel dan ineens een stuk rustiger oogt. Het ziet er toch even iets netter uit. En aan de voorkant zie je er eigenlijk niks van. Dus het stoort verder ook niet. Ik denk dat ik het gummetje hieronder erbij instop. Dus wel echt aan de zichtbare kant. Oeh, al wordt dit wel een heel vol vakje. Hij gaat een beetje krom staan, ook omdat die figuurtjes erachter al zitten. Misschien moet ik daar toch even een ander plekje voor vinden. Doe hem hier, bij het bloemenplaatje erin. Oh, of hieronder bij die deur. Dat is misschien nog wel leuker. Oké, dat doe ik. Soms ben ik echt zo besluiteloos. Dan ja, kan ik echt wel 10 minuten bezig zijn met zo'n keuze. Zo, kan die daar mooi. Het zakje thee stop ik hier tussen. Want deze heeft dus twee velletjes papier, om het zo te noemen. Eentje aan de voorkant en die gele dus aan de achterkant. En het leek me wel leuk om het zakje er dan tussen te stoppen. Want dan zie je hem nog niet. Maar dan kan ik er in mijn briefje wel weer naar verwijzen. Want ik stop er ook altijd nog een briefje bij mijn pocketletter. Om te zorgen dat degene wel uiteindelijk alle goodies vindt. Want sommige zitten natuurlijk een beetje meer verstopt. En dan is dit hoe mijn herfstige pocketletter eruit ziet. Met verstopte en iets minder verstopte goodies. Zoals het gummetje en de washi. Ik ga natuurlijk nog iets personaliseren voor de ontvanger. Maar dat doe ik eigenlijk pas... ja, wanneer ik hem echt ga versturen met een briefje erbij en zo. Door het zakje thee zit het kaartje nu wel weer een beetje scheef. Nou, misschien dat ik die dan nog een beetje
bijsnijd. Maar ja, zo storend is het ook niet. En als ik hem opvouw en ik denk dat ik er een briefje gewoon tussen ga liggen, dan ziet deze kant er dus zo uit. En deze kant ziet er zo uit. En meestal bind ik er dan nog een touwtje omheen. En dan was dit het. En als je hem dan openvouwt, dan zie je eerst nog een keer diezelfde print die je hier ziet. En dan zie je het resultaat. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik zo'n pocket letter aan het maken was. En als je het vaker wil zien, laat me dat vooral weten in de comments. Als je iets heel anders wil zien, laat me dat ook weten in de comments. Ik vind het altijd heel erg leuk om te weten wat voor dingen jullie leuk vinden. Dus ideeën zijn altijd welkom. Ik heb zelf ook heel veel ideeën, maar ja, ik vind het ook heel erg leuk als ik juist iets kan maken waarvan ik weet dat jullie er echt op zitten te wachten. Als jullie het echt leuk vinden. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een beetje in de herfstmood bent gekomen. En ik zie je heel graag weer terug bij een volgende video. Doei!